De Berdijk viert feest. 1995, 100 jaar kerk Berdijk. Als we 100 jaar teruggaan, dan komen we eigenlijk terecht op de pastorie Sint-Jan in Kaatsheuvel, waar de plannen gesmeed worden om een bijkerk te bouwen in de wijk, ver van Kaatsheuvel af, zeker 1,5-2 kilometer, in de Berdijk. Pastoor de Bond is in feite de bouwheer geweest, de bouwpastoor van deze kerk hier in de Berdijk. En 2 jaar lang hebben ze ook vanuit de Sint-Jan de diensten verzorgd hier in deze kerk. In 1897 krijgt de Berdijk een eigen pastoor en wordt het een zelfstandige parochie. De eerste pastoor, Zweens, is dus geen bouwpastoor. Hij vindt als het ware een gespreid bedje. De kerk, de pastorie, stond er al. En zo is hij de eerste officiële parochieherder, pastoor geweest in de Berdijk. Vanaf 1897 een zelfstandige parochie. Precies 2 maanden voor de daadwerkelijke feestdag, 3 september. Blij dat jullie er allemaal weer zijn. Ik wou even aan Els vragen. Els, wij missen nog wat mensen of jij afmelding hebt gehad. Els is secretaris van deze vergadering. Dan zou ik de agenda graag voor jullie voor willen leggen. En nog even terugkijken op wat de lopende activiteiten. Els. Dan moet je even kijken naar de waterpastal. Kom maar, ja. Toon, je moet even bekijken. Jongens, dat moet de waterpastal. Mannen, je moet er nog afgestopt. Nee, Jan. September 100 jaar. 100 jaar geleden werd de kerk van de Martelaren Parochie hier gebouwd en natuurlijk willen we dat een beetje groots gaan vieren. Er is een comité opgericht die de festiviteiten voor 3 september in elkaar zal zetten. Wij dachten terug te gaan in de tijd en we hebben daarom een paar attributen laten maken die zoals men vroeger in de Berdijk dus leefde. Om te beginnen hebben we een pastoorke laten maken. Een pastoorke waar wij vroeger zeiden dat is de primerik. De primerik was de pastoor die het voor het zeggen had hier in de parochie. 7 pastoors hebben wij in al die jaren gehad. In gemene delen hebben we daarvan gemaakt en we hebben een pastoorke gemaakt wat rondborstig is, gezellig eruit ziet en in 2 kwaliteiten. Dat was... Het is zover. We staan voor het punt van ons feestweekend. Ik wil nog even alle punten doornemen, het programma doornemen. Zijn er nog problemen? Hoe staan we ervoor? Frans? Nou, we staan morgen, dus zaterdag 1 september, starten we. Om 1 uur worden de vlaggen gehezen, de buurtvereniging. Dan om 2 uur dan wordt het boek aangeboden door WM Boksen en Kees Schootslagers en onze pastoor Piet van Bracht. Gelijktijdig wordt de fototentoonstelling geopend, die georganiseerd is door WM Boksen. En dan krijgen we 's middags om 4:30 een gezinsviering met het thema een tent van samenkomst. En daarna, na de gezinsviering, de ballonnenwedstrijd, het oplaten van de ballonnen, het feestelijk gebeuren, het startschot zal door onze pastoor gebeuren. Klinkt goed. Zorg een beetje voor goed weer, dan hebben we dat in ieder geval onder controle. Zeker. Ik heb goed nieuws van de Harmonie Kaatsheuvel en de Gilde Sint-Jan-Baptist. Die zullen zeker present zijn overmorgen op zondag. Die zullen onze parochiejaren en onze gasten welkom heten. Dan is het hoogtepunt onze hoofdmis. Daar is alles voor geregeld. En uiteraard onze koren, Conan Moore, dameskoor en het gemengd koor Sicilia, hebben er ook zin in, dus daar kan het niet meer liggen. Jan, dan krijgen we lof en processie en daar weet jij alles van. Zijn daar nog problemen? Nou, ik heb geen probleem, of we hebben geen probleem. De processie. We hebben getracht om terug te brengen naar de jaren 50. We hebben een enorme goede medewerking gehad van de zusters. Nou, ik denk dat alles wat we
zeg je dan? 100 figuranten. En dan de figuranten hebben we dus 188. Alles geregeld, kleding is klaar, alles is compleet. Heel goed. Ik heb van Nico van Kuik en Bart van de Kluft gegeven dat de Fancy Fair ook helemaal op elkaar is. Alle standjes zijn klaar, alle materialen is klaar, dus perfect. De notaris heeft gebeld dat hij om 6 uur aanwezig zal zijn voor de trekking van onze loterij. Dus wij hebben er zin in. Ik heb er zin in, ik neem aan jullie ook. Right. Beetje goed weer en dan gaan we op het weekend. Oké, jongens, we gaan ervoor. Oké. Ontzettend welkom in dit mooie jong kerkje. Het doet mij ontzettend goed dat de kerk goed gevuld is op deze toch belangrijke start van ons feestweekend. We gaan vandaag een aantal dingen doen om ons feestje te starten. Ik wilde beginnen met het woord te geven aan Kees Grootswagens. Ik heb begrepen dat hij wat te vertellen had. Kees, zou je even naar voren komen? Meneer pastoor, beste dames en heren, jongens en meisjes. Een kerkgebouw dat 100 jaar bestaat, is niet niks. De historie van uitzoeken ook is ons gebleken. Toen we voor de eerste maal over dit heugelijke feit door het feestcomité werd nagedacht, kwam bij hen het idee op om als blijvende herinnering aan die gebeurtenis ook een boek uit te geven. Het hoofdstuk over de geschiedenis van de kerk en zijn parochie neemt ons mee naar de pastoors van Waleer en het leven in de parochie. We hebben getracht daarin een beeld te geven hoe men tot het bouwen van de kerk op deze plaats is gekomen, waarom de parochie de naam Heilige Martelaren van Gorinchem kreeg, de bouw van de kerk en het voornemen dat ruim 10 jaar lang leven van 1955 tot omstreeks 1965, om precies te zijn, om deze kerk af te breken en een nieuwe te bouwen op het kerkplein, thans het president Kennedyplein. Met alle respect naar Pierre en Kees wil ik het boek als een soort document in handen nemen. Ik denk dat heel veel wat hier in te vinden is te maken heeft met hele gewone mensen, zoals er nog zoveel hier hele gewone mensen zijn. Met een stuk betrokkenheid naar de wijk, naar elkaar en naar die kerk. Pierre en Kees, ik heb maar een pover vermoeden hoeveel uren en dagen en tijden erin gestoken zijn, want dat is niet mis, dat weet ik zeker. Namens iedereen die hopelijk met veel plezier jullie product, jullie boek in handen zal nemen, wil ik ook namens iedereen alvast die dank van hun aan jullie overbrengen. Beste jongens en meisjes, dames en heren, beste pastoor. Zoals jullie misschien al wel weten ben ik Pierre van Boksel. Als ik me zo zou voorstellen bij oudere mensen afkomstig uit de Berendijk, stellen ze meestal de vraag, van welke van Boksel ben jij er eentje? Ik zeg dan meestal, ik ben de zoon van Shell van Boksel. Je weet wel. Ik ben de zoon van Shell van Marinus van Boksel. En als ze dan nog niet weten, zeg ik, ik ben de zoon van Shell van Marinus van de Rooie Giel. Meestal krijg ik dan in bevestiging dat ze weten met wie ze te doen hebben. Want dan antwoorden ze vaak met, oh, ben jij er een van Shell? Ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken aan het adres van de stichting Strolzand voor het belangeloos beschikbaar stellen van haar fraaie collectie, Mia den Teurling voor het verzorgen van het typewerk, René van Boksel voor zijn fraaie aquarellen en plakwerk, Truus Berens voor haar gastvrijheid. En natuurlijk mag ik onze pastoor Van Bracht niet vergeten te bedanken voor het beschikbaar stellen van deze geweldige tentoonstellingsruimte. Dan mag ik u nou misschien verlossen van uw zitplicht. Het formele gedeelte is voorbij en u kunt allemaal onze tentoonstelling gaan bezichtigen. Dank u wel voor uw aanwezigheid.
Ik nodig u uit om samen volop mee te zingen in deze viering en als eerste couplet het lied Zomaar een dak boven wat hoofden. Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat. Muren van hart, ramen als ogen, speuren naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan. Om recht voor het vormsel. Een sierlijke kan wordt naar voren gedragen. Op sommige momenten in je leven moet je een keuze maken. Welke opleiding je gaat volgen. Welk beroep je wilt uitoefenen. De keuze van een levenspartner. Het vormsel is ook zo'n moment. Een vader en een moeder die het huis bewoonbaar maken, gezellig en vertrouwd. Mensen die geborgenheid zoeken, rust en vriendschap. Die schade en schande verwerken in vergeving en vrede. Heer, ik ben niet waardig dat ge tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Zo aanstonds zal gezongen worden door de lindenlijsters het slotlied Tot de volgende keer. Twee keer wordt het gezongen, daarna gaan ze samen voorop de kerk uit. Dan wordt u verwacht om aan te sluiten achter het koor en zo samen de weg naar buiten te vinden. Er worden ballonnen uitgereikt en als iedereen voorzien is, bij de pastorie op de meest open ruimte worden de ballonnen opgelaten. Degenen die nog geen kaartje hebben kunnen invullen, we nemen er alle tijd voor. U krijgt allemaal de kans om je feestballon hoog de lucht in te sturen, om iedereen te laten zien, de Berendijk heeft feest. Thank you.
ook uitgebreid in foto in het gebeuren rond 100 jaar Bemdijk. Het is de enige hier geboren en getogen priester uit de Bemdijk die nog dienst doet en vandaag ook van harte welkom is bij het 100-jarig vieren van dit kerkje. Welkom vertegenwoordigers van gemeente, dekenaat, de kerkbesturen van de collega-parochies, kortom iedereen welkom.
Er zijn enkele mensen die nog een enkel woord willen zeggen. En dan wil ik graag het woord en de microfoon geven aan de loco-burgemeester van Loon op Zand, de heer Broeders. Dames en heren, een eeuwfeest, en we hebben het al in diverse publicaties gezien, dat levert een hoop werk. Dat brengt een hoop werk met zich mee, dat levert een hoop werk op. En ik denk dat ik wethouder Van Vught een genoegen doe als ik nou al de notitie vrijwilligerswerk aanhaal om al die vrijwilligers namens het gemeentebestuur van harte te bedanken, ja, op deze manier voor het geweldige werk wat zij ook weer geheel vrijwillig voor dit feest hebben gedaan. Dames en heren, ik ben niet met lege handen naar dit markante stukje van Kaatsheuvel gekomen. Ik vind het dan ook bijzonder prettig dat, en ik weet dat er heel veel kosten gemaakt zijn, ook voor alle festiviteiten vandaag. En het is mij een groot genoegen om namens het gemeentebestuur u daar maar, meneer Pastoor Van Bracht, over voor aan te spreken om een cheque te mogen aanbieden vandaag. Vanuit een toch wat armlastige gemeente wordt wel eens gezegd, maar hier hebben we toch ruim in de buidel getast, dacht ik. Voor een 100-jarige mogen wij dat vermenigvuldigen met 25. En het is mij een eer deze cheque, meneer Pastoor, aan u te mogen aanbieden. Een cadeau van 2500 gulden voor het kerkbestuur van de Berendijk. Dank u wel. Loke burgemeester, maar ook het bijna voltallig college van de gemeente. Bedankt, de eerste plaats voor 1998. We hebben een secretaris bij het kerkbestuur, die heeft het genoteerd ondertussen, denk ik. Een facelift voor de Berendijk, maar we zijn ook verschrikkelijk blij met deze cheque, want u weet dat het feest 100 jaar kerk hier in de Berendijk ook staat in. Na het gebeuren buitenkant kerkgebouw willen we heel graag ook op hele korte termijn binnen beginnen. En voor deze facelift binnenkant kerk hartelijk bedankt namens de hele Berendijk. Dan wil ik graag het woord geven aan de vertegenwoordiger van het dekenaat. Er is mij geen naam doorgefluisterd, maar ik denk Chris van Wezel. Mensen van de geloofsgemeenschap Berendijk en overige kerkelijk betrokken aanwezigen. Als voorzitter van die dekenale vereniging wil ik u graag iets zeggen. De dekenale vereniging omvat 12 parochies, 5 uit Waalwijk, eentje uit Loon op Zand, eentje uit de Moer, 2 uit Waspik en 3 uit Kaatsheuvel, waaronder uw parochie. En alle parochies worden vertegenwoordigd in dat bestuur door 2 personen. Vanuit uw parochie worden de belangen, en ik mag wel zeggen op een uitstekende wijze behartigd, door de heren Erik Poelen en Mario Schoofs. Pastoor, ik heb 2 cadeautjes bij me. Op de eerste plaats een envelop met inhoud om die 100-jarige kerk met name van binnen wat op te knappen, zodat de mensen zich nog meer gaan thuis voelen in dat eigen huis van God. En op de tweede plaats, ik heb het de mensen zojuist al laten zien, symbolisch die bloeiende tak waarvan ik hoop en verwacht dat hij in de toekomst nog sterker met andere takken van die grote boom mag verbonden blijven. Parochie Berendijk, van harte gefeliciteerd. En ik dank u voor het magnifieke luisteren. Dank u wel.
Dan als laatste de voorzitter van ons feestcomité en de vicevoorzitter van ons parochiebestuur, Mario Schoofs. Meneer Pastoor, u bent voorzitter van het kerkbestuur. Ik heb u in het verleden als vriend leren kennen. Toen mochten wij u Pieter noemen. U was kapelaan. U werd pastoor. Ik heb u toen gevraagd, hoe moet ik u nou vanaf morgen aanspreken? Toen zei hij, bij speciale gelegenheden, maar ook monsieur zeggen. En zo wou ik vandaag doen. Beste monsieur, alvorens ik overga tot het overhandigen van het cadeau, wil ik toch heel even stilstaan bij al die mensen die onze vereniging hebben ondersteund. Ik ben gisteravond gaan tellen, dan ben ik heel slecht in namen, maar ik ben maar gestopt bij 250. 250 mensen. Meneer Pastoor, ik ga u nu overhandigen het cadeau. En de bedragen klopten gelukkig al niet, want ik zie er vandaag al wat bij komen, dus dat gaat heel erg goed. Ik schenk u op dit moment de kas middels een cheque. Dat mag een start zijn voor de restauratie van de kerk aan de binnenkant. Het is een pover begin. Mensen, we hebben nog volop voorraad. U kunt nog van alles kopen. Meneer Pastoor, ik mag u overhandigen 10.000 gulden. Van harte gefeliciteerd. Als u nou nog even zorgt voor het mooie weer vanmiddag, zijn wij helemaal tevreden. Daar hebben we al, ik weet niet hoe lang, de handen voor gevouwen voor het weer van vandaag. En ik hoop dat een beetje helpt, want er breekt zon door. Mario, in jou wil ik iedereen bedanken die heeft gewerkt met heel veel inzet, met heel veel energie en met enorm veel tijd voor het organiseren, vormgeven, inhoud geven van ons 100 jaar kerkje hier, Berendijk. Iedereen die op zijn manier of haar manier een steentje of een grotere steen heeft bijgedragen, van harte bedankt. En dat wil ik ook zeggen namens iedereen die dit feest met ons vandaag mag meevieren, de hele Berendijk. Thank you.
Die zijn dik wel van hem, maar het loopt altijd wel. Thank you.
Ja, maar leuk!
een beetje onder de indruk van wat hier vandaag allemaal in het stadje is gebeurd. In ons programmaboekje stond vandaag het slotmoment van ons feest, de trekking van de loterij. Dat zal gebeuren onder, en daar zijn wij zeer dankbaar voor dat hij vandaag tijd voor ons had, onder notariële begeleiding van onze notaris uit Kaatsheuvel, meneer Dieriksen. Hartelijk welkom. Dat is een reischeck voor een vakantieweekend naar keuze. Dus daar kun je naar welk park ook gaan. Ter waarde van 500 gulden. Een cheque gegeven door de Rabobank. Dus een vakantieweekend. Ter waarde van 500 gulden. Ik zie al vingers waar ik moet trekken, maar ik trek toch hier. Een heel mooi nummer. Het eindigt op 88. En daarvoor staat 5588. 5500, daar is een mevrouw die het heeft. Ja. We leren dit natuurlijk. Het is helemaal echt. 5588. En u kunt op vakantieweekend. Gefeliciteerd. Dan kunt u dit meteen mee naar huis nemen. U hebt de beelden gezien van het feest 100 jaar kerk Berendijk. Daar hoef je maar heel weinig aan toe te voegen. Veel mensen hebben zich ingezet en je zou het kernachtig kunnen afsluiten. De Berendijk heeft zichzelf een heerlijk feest bezorgd.